De spoortunnel van de Rijksweg Noord in Elst is bijna af. Komende weken wordt er zo'n 600 ton asfalt gestort. Het is de bedoeling dat eind oktober de weg weer open gaat voor verkeer. De bouw van de tunnel liep deze zomer flinke vertraging op, doordat een deel van de fundatiepalen niet door de keuring kwam. Vanaf eind volgende maand kunnen weggebruikers onder de spoorlijn Arnhem-Nijmegen doorrijden in plaats van te wachten voor dichte slagbomen.